Dan wil ik nu heel graag een aantal mensen op het podium uitnodigen. Zoe, de mensen die weten zelf dat ze natuurlijk zijn uitgenodigd en dat ze hier in het, aan het panel gaan deelnemen. Maarten, Yassine, eventjes kijken, vergeet ik iemand? Teun. Nou, gaan jullie lekker zitten. Even een hele korte introductie. Teun, stel jezelf even voor. Teun Gauthier, ik ben een uitgever. Oké, dan hebben we Zoe. Hey, ik ben Zoe, ik ben journalist en ik ben ook oud AT5'er. Goed dat je er bent. Maarten? Ja, Maarten van Boven, algemene artistiek directeur van het Muziekgebouw aan het IJ. Goed dat je er bent ook. En Yassine Alfokani en ik ben vandaag een imam. Nou, heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Wat de bedoeling is dat wij met elkaar een gesprek gaan voeren over hoe je nou een succesvolle publieke stadszender kan worden. Wat ontbreekt er? Wat moet er juist gebeuren voor in de toekomst? Daar hebben jullie natuurlijk allemaal ideeën over. En daar gaan we het met elkaar over hebben. En we hebben natuurlijk al heel veel geluiden gehoord net. Te beginnen met Zoe. 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 Ja. Leuk dat er ook een vrouw zeg maar, ja, in de panel zit. Ja, werd wel eens tijd. Maar goed, ja. Ja, jeetje. Nou ja, misschien is het wel. Ik heb zelf 5 jaar bij AT5 gewerkt. Ik vind het op zich wel jammer dat het tot nu toe. Want ik zie dat er heel veel AT5'ers zijn. Ook oud-collega's van mij. Die had ik zelf misschien ook wel wat meer willen horen vandaag. Oh, maar dat kan alsnog straks, hè? Ik bedoel, als mensen iets willen zeggen, dan sta alsjeblieft op. Maar nou ja, om misschien wat te schetsen hoe het is om bij AT5 te werken. Het is heel erg leuk. Het is heel erg intens. Want je bent dus continu bezig om met heel weinig middelen zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Dus ik heb er 5 jaar gewerkt, daarna was ik echt helemaal naar de tyfus. Maar het was wel ook, het is ook een plek waar je heel veel kan leren. Ik denk wat een sterke stadszender nodig heeft en wat er al is, is er is veel creativiteit, talent, zowel voor de schermen, daar gaat het vaak over, maar ook heel veel achter de schermen. Er zijn ook heel veel mensen achter de schermen doorgestroomd naar weet ik veel waar dan ook. Maar waar liggen de uitdagingen? Ja, nou ja, daarom zit ik hier natuurlijk gedeeltelijk ook. Misschien wel goed om te zeggen dat ik werk op dit moment aan een boek over het gebrek aan diversiteit in de media. Nou, dat is natuurlijk ook gebrek aan vrouwen, ook bij AT5 soms. Maar ik heb het dan vooral voor etnisch, culturele en religieuze diversiteit. Dat boek gaat over alle media, hoor, alle mainstream media. Maar kijk, je moet natuurlijk wel, als je een stevige stadszender wil hebben en je op een moment in een stad leeft waar superdiversiteit officieel is, waar de minderheid een meerderheid is, dan moet je dat natuurlijk wel zowel voor als achter de schermen terugzien. En ik denk dat wel een interessante uitdaging is voor AT5. Het is iets wat ze denk ik ook al heel erg lang weten. Maar wat je natuurlijk nu niet meer uit de weg kan gaan of kan ophangen aan we hebben niet genoeg geld. Misschien is het toch wel aardig, want Party City natuurlijk, dat hij daar even op reageert. Nee, toch niet? Nee, dan gezellig. Nou ja, goed, dus ik denk wel dat Ik hou veel van AT5, maar ik hou ook veel van mijn vriend. En ik vind het soms ook een enorme eikel. En ik ben gerust ook kritisch. Dus dat heb ik natuurlijk met AT5 ook. Anders zou ik hier niet zitten. Maar het is denk ik wel, wat mij betreft, mag dat de eerste prioriteit zijn. Want anders kan je jezelf natuurlijk wel steeds minder serieus gaan nemen. Er gebeuren veel mooie dingen en de potentie is er ook. Maar dan mist het nog het een en ander. Ja, en een en ander veel, ja. Maarten, wat is jouw visie? Nou, wat mij opvalt is dat we in Amsterdam natuurlijk een publieke lokale omroep hebben. En die ook voor een deel met publiek geld wordt gefinancierd. Dat we een hoop culturele instellingen in Amsterdam hebben, die ook voor een deel met publiek geld worden gefinancierd. We zijn daar eerst en vooral ook voor de Amsterdammers en de mensen die in de regio Amsterdam wonen. En dat die twee nog niet echt bij elkaar komen. Dat culturele aanbod en die omroep. En er is zoveel moois te zien en te horen in Amsterdam, zoveel moois te beleven. En ik zie het nog niet integraal op AT5 terugkomen. Dat vind ik jammer. De gemiste kansen, zeg jij eigenlijk. Ja, er zullen vast heel veel redenen voor zijn. Ook vast ook hele goede redenen. Maar ik denk van ja. Kom anders. Momentje. Want niemand die hoort jou. Kom anders alsjeblieft even hier naartoe. Nee? Jawel, Helene, kom nou even. Nee, maar jij wil wat zeggen. En ik denk dat de zaal je ook wel even wil horen. Maar dan is het handig. Ik geef jou heel even een microfoon. Ga even staan. Stel je even voor aan de mensen die jou misschien niet kennen. Ga even alsjeblieft staan. Nogmaals, Helene Pronk, adjunct-directeur AT5. Wij waren dit weekend uitgebreid bij Museumnacht. Hartstikke goed. Live gedaan van 7 tot 12. Ja. ADE, ook allemaal live stream gedaan. Filmpjes gemaakt, YouTube.
Ik denk dat Maarten toch het een en ander blijft missen, ook al is dat jouw antwoord nu. Ja, ik bedoel, er is echt zoveel moois en te gek dat jullie dat allemaal doen. Maar hoe mooi zou het zijn dat je daar ook als omroep ook gewoon nog meer in kan bemiddelen feitelijk. En ook kunt laten zien wat er is. Oké, dankjewel. Yassine, wat vind jij? Ja, nou, kijk, sowieso dat diversiteitsvraagstuk waar zo je het over heeft. Mijn ervaring met AT5 bijvoorbeeld, ik heb dan aan de andere kant gestaan omdat ik elke keer geïnterviewd werd, is op het moment dat iemand binnen de redactie islam en al die multiculturele vraagstukken belangrijk vindt, dan kan je elkaar goed vinden. Maar op het moment dat net die persoon wegvalt, dan zie je dat die brug dan minder geslagen wordt. En dan is ook de vraag van in hoeverre de redactie, in hoeverre AT5 er ook heel veel aandacht aan besteedt. Maar nog een ander punt, wat ik eigenlijk nog veel belangrijker vind. Als ik kijk naar Amsterdam en ik kijk ook naar de wijken waarin ik een acteer, naar Slotervaart en noem maar op. Daar gebeuren zoveel mooie dingen, zoveel belangrijke dingen. Zoveel dingen waar een landelijke... Kan je een concreet voorbeeld geven? Ja, ga ik ook doen. Even een voorbeeld. Hè. Het landelijke media is altijd erg op zoek naar vraagstukken die in die kleine wijken gebeuren. Bijvoorbeeld, nu dat er heel veel discussie is over buitenlandse financiering, dan word ik gebeld vanuit landelijke media. Goh, hebben jullie ergens een moskee in Amsterdam die ook gebruik heeft gemaakt van buitenlandse financiering? En dan denk ik, dat is toch nou net zo jammer dat AT5 bijvoorbeeld niet in staat, of wel in staat is, maar niet meer energie insteekt om in die wijken terecht te komen. Soms ook meest complexe vraagstukken boven water krijgt die een landelijke media helemaal niet voor elkaar krijgt. Maar jij zegt eigenlijk AT5 moet meer gaan verbinden. Ja, meer gaan verbinden en meer in die wijken terechtkomen waar je ook in staat bent om die complexe processen, wat iedereen graag wil begrijpen, om dat voor elkaar te kunnen krijgen. En ik denk dat een stadsomroep dat veel beter in staat is om dat te doen dan bijvoorbeeld een landelijke omroep. Teun, hoe zie jij dat? Ja, voor mij mag het allemaal wel een beetje radicaler hoor. Ik bedoel, Felix denkt in 20 jaar, maar het gaat natuurlijk niet om 20 jaar, het gaat om heel, heel kort. En wat ik merk is dat er heel referentieel wordt gedacht. Dus we hebben nu een omroep, en nou, gaan we van die omroep iets anders maken. Volgens mij is het echt meer dan tijd om een stap terug te doen. Zeg, als je nou een wit papiertje hebt en je gelooft dat we in een stad wonen, en waarbij ook geldt dat media gaan helemaal niet over content. Content is 20% van de propositie. Het belangrijkste rol van media in een medium is dat het mij een gevoel van belonging geeft. Ik hoor ergens bij. Hè? Dus ik vind die oriëntatie op content altijd heel eenzijdig eigenlijk. En dus volgens mij zijn er in de media twee dingen aan het verschuiven. Eén is de institutionele redactie. Ja, dus er zit een groep mensen, die zit daar, die komt 's ochtends binnen, die gaat 's avonds naar huis, die maakt spul. En die maakt spul voor zijn eigen kanaal. Dus er zitten 180 redacteuren bij de Volkskrant de hele dag te tikken en dat gaat dan in de Volkskrant naar de wereld. Ik geloof dat de grote verschuiving is van institutionele redactie naar een genetwerkte redactie. Dus niet 8 of 10, ik weet niet hoeveel mensen er bij AT5 zitten, maar een enorm netwerk van mensen die een rol spelen in het kunnen vergaren en realiseren van content. En een distributie van de distributie. Jij hebt voor AT5 gewerkt. Ja. Reageer er eens op. Ja, nou ja, goed. Ik denk ik weet dat er ook wel op een moment zijn geweest dat er met buurtverslaggevers is gewerkt. Daar zou zeker potentie in kunnen zitten. Ja, ik vind het lastig. Kijk, het is. Ik denk. Persoonlijk denk ik dat je gewoon ook als redactie zelf in eerste instantie al... Ik denk dat AT5 in sommige buurten heel goed is ingevoerd en op sommige onderwerpen ook, maar ik denk op andere buurten en onderwerpen weer niet. Dit zou dat kunnen ondervangen, maar wel soms in de realiteit. En dan ga je weer kijken naar wat wil je precies op tv hebben, waar moet het voldoen, zeg maar. Maakt het uit dat het bijvoorbeeld dan niet altijd even goed gedraaid is? We zijn al lang weg van de enorme camera's, of misschien soms, maar... En ook inhoudelijk. Maar het publiek moet natuurlijk gewoon blijven kijken. Hoe dan ook. Online gaat het hartstikke goed. Maar hoe zorg je ervoor dat het in de toekomst inderdaad succesvol blijft? Mag ik nog één toevoeging? Of wordt nog meer? Even doen op wat ik net wilde zeggen. Is dat ik dus dat je ziet dat er vroeger vaste redacties waren. Nieuwe Revue had er ooit 80, nu nog 8. Dus dat gaat terug naar een core-redactie die de identiteit van in dit geval een blad beheerst. Maar die distributie... Niemand, nou ja, AT5 heeft een nieuwsfunctie, dus een behoorlijk deel van de traffic op de website zal autonoom zijn. Echt mensen die AT5 intikken. De autonome traffic op Volkskrant.nl is niks meer. Dat gaat via social media. Dus de curatie zit hem niet meer bij redacties, maar bij het netwerk. En mijn stelling is dat we dus, zeker ook op wat Yassine zegt, dat we volgens mij niet af moeten van het idee dat er een centrale redactie is, maar een gedecentraliseerde redactie, waardoor jij bijvoorbeeld mee kan helpen in het identificeren van de interessante dingen die er gebeuren in de stad. Ja, daar heb je
misschien nog een maakfunctie voor nodig die het professioneel houdt. Mm-hmm. Maar volgens mij moet je dus zowel in je productie moet je veel gedistribueerder raken en in je distributie ook veel gedistribueerder. Want we zitten nog steeds te denken in een setje van programma's die achter elkaar worden geprogrammeerd. Ik zie iedereen ja knikken, daar zijn jullie het al mee eens of niet? En maak dan een prachtig muziekkanaal op AT5, kan je zo doen. Met jullie hulp werk je samen, heb je de meest geweldige, maak een prachtig opinie, debat of levensbeschouwelijk kanaal op AT5. Hartstikke gaaf. Dat kun je met een centrale redactie nooit doen, kan je wel doen als je de capaciteit van de stad benut. Zeker, maar het punt wat jij nu ook maakt, dat merk ik ook bijvoorbeeld nu, als ik kijk naar bepaalde praatprogramma's die AT5 heeft, dan zie je dat als het even over vraagstukken gaat waar ik me veel mee bezig hou, integratie en noem maar op, dan heb ik een keer naar al die praatprogramma's gekeken, een aantal daarvan, dan zie ik altijd dezelfde personen terugkomen. Of Elvakani komt, of Soufiane Bakki komt, of dus bepaalde mensen. En dan zit ik in die wijk, bijvoorbeeld in de moskee waar ik dan zit, en dan staat er een gesprek tussen mij en die jongeren, en dan zit er zo'n talent tussen, dat ik denk van verdomme, jij moet bij AT5 gaan zitten. Maar jij hoe komt moet het dan volgens jou dat die jongen of dat talent er niet bij AT5 zit? Ja, er is een best wel een grote kloof ontstaan tussen de jongere generatie en de klassieke manier hoe wij onze nieuwszenders organiseren. Dat is een probleem. Want die heeft zoiets van, ik ga lekker vloggen en ik gooi mijn eigen verhaal en dan ben ik heb ik veel meer bereik. Dat is één punt. Een ander punt is dat ook een vertrouwensprobleem is, waarin ik het ook met jou eens ben, dat als die jongeren niet naar AT5 gaat, nou, dan gaat AT5 naar die jongeren toe. Dan gaan we gewoon lekker in die wijken leuke praatprogramma's maken, waarin die talent van die jongeren ook terugkomen, waarin ze onderdeel worden van die samenleving. En ook wat mij betreft het prachtig mooie Amsterdam ook verder innoveren. Maar wat zijn nou zeg maar dan, want je zegt van nou die jongeren die zijn en die zie ik niet op AT5. Maar wat doen die jongeren zelf? Ja, wat ik net zei, hè, die maken gebruik van hun eigen kanalen. Nee, maar hoe? En daar zijn ze heel creatief in. Maar jij wil ze op AT5 zien. Dus hoe kunnen ze nou voor? Wat zeg jij dan tegen die jongeren? Nee, die zichzelf niet terugzien op AT5 en die jij ook niet terugziet? Nou ja, kijk, waar het om gaat dat die kloof er is. En de vraag is of je ze moet gaan stimuleren dat AT5 dat zij naar AT5 gaan. In dit geval is de vraag van, wat zou AT5 veel meer doen om in die samenleving verankerd te raken? En daarom denk ik van om allemaal naar het studio waar AT5 nu zit, om daar allemaal naartoe te gaan. Er zijn jongeren die nooit over de ring heen zijn geweest. Dus ik denk van nou ja, wees ook creatief en ga daar naartoe. Maak mooie programma's daar. Ja, maar dat is sowieso een groot probleem, hè? Dat mensen niet uit hun eigen reservaat komen. Dus ja. Hoi. Hi. Nou, een AT5 gezicht. Goed dat je er bent. Ja. Klopt. Ik ben Saïda Magee. Ik ben verslaggever en presentator bij AT5. Wat je zegt, van naar die wijken toe gaan, dat proberen wij heel erg met de straat van Amsterdam. Je zag er net een fragment van voorbij komen. Ik ben zo vaak naar Zuidoost gegaan, naar Nieuw-West. En je zou denken, misschien ook door mijn multiculturele achtergrond, dat ik mensen sneller kon overtuigen. Ze kijken allemaal naar AT5. Ze spreken me allemaal aan op straat, roepen straten van Amsterdam, reageren in nauwelijks op programma's. Maar ze voor de camera krijgen is echt heel erg moeilijk. En dan wil ik ook even terugkomen op zo. Waar loop je dat tegenaan? Want je zegt ze voor de camera krijgen is heel erg moeilijk. Hoezo willen ze dan niet? Want ze kennen je wel. Ja, maar dat betekent niet per se dat ze voor de camera willen reageren. En als je vraagt waarom niet, ja, media of heb ik geen zin in, daar komt nooit echt een heel goed argument op. En daar zullen ze ook wel zeker hun redenen voor hebben. Maar ik merk wel dat ze zich verbonden voelen met AT5. En dat merk ik dus ook als ik op straat rondloop, omdat ze me herkennen van televisie. Zeg je dan tegen Jassi, ik heb jou nodig. Ga jij met de jongeren praten dat ze wel, zeg maar. Nee, ik denk dat we terugkomen op waar we het eerder al over hadden en waar meneer Rottenberg al een beetje op vooruit liep in het parool, lazen we. We hebben meer geld nodig, want ik ben 7 jaar geleden begonnen als stagiair. Zoe was toen mijn stagebegeleider. Het was totaal anders. Ook toen hadden we niet veel geld. Maar de nieuwsredactie zag er heel anders uit. Er zaten 4 mensen op de politieke redactie. Bureauredactie bestond uit 6 man. 6 mensen met portefeuilles die de straat op gingen. We hadden iemand die had heel nauw contact met het COC. We hadden Zoe die tijd kreeg ook om af en toe de wijk in te gaan. Om daar verhalen te maken. Dat is allemaal verdwenen. Of allemaal, grotendeels verdwenen. Als je nu komt kijken, wat ik ook al meteen wil zeggen, is dat wij dat heel jammer vonden als redactie. Dat niemand van de redactie de kunstraad heeft gesproken in aanloop naar dit advies. Want dan hadden we daar zeker wat meer over kunnen vertellen. En als het aankomt op multiculturele gezichten, daar zijn wij de laatste tijd heel hard mee bezig. Hélène en ik samen. Dat is ook heel erg lastig. De meeste mensen die ik ken van mijn periode op de school van journalistiek met een multiculturele achtergrond,
Die hebben we aan ons verbonden. En de meeste zijn al doorgestroomd naar Hilversum, ook achter de schermen. Maar als je kijkt naar mensen met een journalistieke achtergrond, wat moet je wel hebben? Als je mensen interviewt, dan is dat niet alleen maar mooi wezen voor de camera. Dan moet je doorvragen. Nou, dat weten we allemaal wel, maar dat is lastig te vinden. Dus we willen dat zeker. Maar, en we hebben Zoe daar trouwens ook bij betrokken, die heeft dat ook gedeeld. Klopt, ja hoor. Ja, nou ja, goed, het is voor mij natuurlijk lastig om heel kritisch op je te zijn, Saïda. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Maar ik, persoonlijk vind ik het geldargument bij diversiteit gewoon niet opgaan. Want dat kan je gewoon als Amsterdamse zender. En Amsterdam uit 5 bestaat nu 25 jaar, geloof ik, bijna. Ja, dat weet je, dat is, het is... En toen ik er kwam in 2005 was er nog meer geld en was er inderdaad nog meer inhoud. Maar zelfs toen werden vaak toch... En het heeft niet alleen te maken met... de keuze voor diversiteit, dat je die wel of niet maakt. Eigenlijk is het geen keuze, want het is er, dus je moet als stadszender. En ze zijn er wel. En ze zijn ook kwalitatief goed genoeg. Dus het is gewoon onzin. Het is gewoon niet waar. Alleen, wat wel gegeven is, dat de netwerken bij jullie ontbreken. Dat is verder niet erg. Maar daar, weet je, ik zou er ook wel voor oppassen. Het is natuurlijk kritisch wat wij zeggen. Maar in plaats van meteen in de verdediging te schieten, want het is niet dat we zeggen AT5 doet het niet goed of doet het helemaal niet goed. Maar ik vind gewoon dat je als stad, zoals de stad er nu uitziet en eigenlijk al heel lang uitziet, moet het je prioriteit zijn. Continu. Elke dag. En je kan je dan niet, want dat komt ook nu wel bij het boek waar ik mee bezig ben, steeds heel erg naar voren. Jullie zijn een vrij homogene redactie. Dat is AT5 heel lang. Zijn jullie niet de enige mee? Dat geldt voor bijna elk mainstream medium in Nederland. Je bent een homogene groep, dus om heterogeen te worden, om te veranderen, dat is moeilijk en dat kost tijd. En daar moet je in investeren. Dus ik zie dat, sorry, ik ga je even onderbreken, want ik zie dat Teun zijn vinger in de lucht gaat. Dus jij wilde heel graag op reageren, Teun. Ja. Ook omdat ik wil toch wel twee punten eigenlijk aanstippen naar aanleiding van wat er wordt gezegd. Ik geloof dat ik heb een brief geschreven 4 jaar geleden toen het besluit werd genomen om AT5 bij RTW toen nog Noord-Holland onder te brengen. Volgens mij of naar de Raad of naar Parool. Want volgens mij is een van de bronnen van deze discussie, financieel, daar moeten we het zo meteen nog over hebben, dat is het tweede punt, is natuurlijk toch ook dat wij als Amsterdam onze stadszender in handen hebben gegeven van mensen uit de provincie. En ik zeg het maar gewoon even zoals ik het voel. Hè. Niks ten nadele van mensen uit de provincie. Alleen, het punt is, nou, overigens misschien wel. Mijn stelling is namelijk dat we in een hele turbulente tijd leven met transitie. En daar vindt een discussie over plaats. Ik wil gelijk even reacties. Even reactie. Nou, mag ik hem heel even afmaken? Ja. Maar dit is wel, je zegt hier wel iets, dus even een reactie van de andere panelleden. Ja, goed, kijk. Maar goed, dan ga ik natuurlijk ook iets zeggen wat misschien niet in dank wordt afgenomen. Kijk, ik vind dat bij een stadszender als AT5... Amsterdam bestaat, is een migratiestad, ook in de zin van er komen heel veel mensen uit heel Nederland naar Amsterdam om hier vanaf hun 18e te gaan studeren. Dat is ook prima, dat is een gedeelte van de stad. In de tijd dat ik er werkte, en ik denk dat het nu gedeeltelijk is, bestond vaak het grootste gedeelte uit de stad van mensen die hier niet zijn opgegroeid. Is op zich niet erg, want het is ook een belangrijk onderdeel van de stad. Dus ja, maar goed, daar word ik wel dan een hele vervelende Amsterdammer mee. Maar daar ben ik het wel gedeeltelijk mee eens, ja. Oké. Okay. Maar als je het nou weer hebt over de netwerken, dan zitten die netwerken natuurlijk toch beter bij mensen die in Amsterdam wonen en werken en leven. Ja? Sorry hoor, ik wil niemand beledigen, maar het is wel een... Ik wil gaan afronden, want we zitten gewoon echt met de tijd. Ik ga nog één ding zeggen. Het kan niet waar zijn dat we met 850.000 inwoners niet meer dan 2,8 miljoen kunnen opbrengen voor onze allerbelangrijkste platform waarin wij echt... Dankjewel, Teun. Dankjewel. Maar we moeten gewoon echt door, want we moeten hier om 7 uur namelijk weg. En de tijd gaat hard en we hebben nog echt een aantal hele interessante sprekers. Dus ik wil jullie voor nu bedanken. En we gaan met z'n allen doorpraten straks tijdens de borrel. Dus dank jullie wel.